is Van Rafelgem zelf die hem ook zal trappen. Die draait dus met die rechter. Ver tot bij de tweede paal. In de tweede lijn daar. Goede trap. En de redding van de korte. De trap van Lucas van Eno. Van Eno. Wegdraaien de bal. Geen slechte. Ja. Nee, niet zo goed gekopt. Vond ik daar van Bammes. Waar je het ook fysiek van ziet dat ze heel erg jong zijn. Dat heb je bij dit Club Next op midden. Er zitten toch al wat stevige gasten bij. Die als een duel winnen van de senioren. Als we die dan zo kunnen noemen. Het is mooi gedaan. De voorzet komt voor. Oh, heerlijke goal. Knap gedaan hoor. De voorzet van Odoor. En Furo met zijn derde van het seizoen. Maar de 0-1 staat wel op het bord. En dat is toch verrassend. Met Abid. Die is snel en technisch vaardig. Kijk maar eens. Abid, prima gedaan hoor. Ik zeg het, dat is echt een sterkhouder. Daar is Van Rafelgem. En de prima poging van Kiki van Rafelgem. Die hier de korte. Ondertussen wel op achterstand. Trapclub Next. Diep gegeven, snel gegeven tot bij de Roeven. De Roeven met de voorzet in de tweede lijn. Prima gedaan. En daar de redding van Van de Velde. En daar is Patro IJzema-Smechelen. Nu misschien wel een mogelijkheid. Toch een man of vier mee daar. Daar is Van Rafelgem. En een goal. Hij doet het weer. Kiki van Rafelgem. En wat heeft hij weinig nodig. Vorige week al twee keer gescoord. Nu wel uitkijken. Ja, balverlies. Abid is ermee vandoor. Abid wordt daar vastgehouden. Abid nog steeds. Abid, Abid, Abid. En nee, daar wordt hij nog buiten getikt. Bij Bammes, die was blijven hangen. Tussen Abid. Ah, kijk eens, Abid. Hij is erdoor. Abid, Abid nog steeds. Abid, nee. Net naast. Ja. Inderdaad. Een niet belangrijke plek voor een vrije trap. En dus maakt Duncan van de Velde er een einde aan. Aan een niet wat grijze. Deze wedstrijd. Met Taibi. Van Eno. Daarmee kunnen ze iets. Oh, Furo moet scoren. Nee. Stot nog op Pellin. Maar erover zitten nog ondertussen. Hier is Van Rafelgem wel. Van Rafelgem infiltreren. Van Rafelgem. Van Rafelgem. Oh, oh, oh. Ja, ik ga zo bommel, zegt hij. En ja, hij doet er nog een salto bovenop. Wat een voetballer. En McNeilis recht van de bank. De spitsencoach bij Patro. Van Adels achter de bal. Droppen daar, maar ze hebben daar veel centimeter. Wat een doelpunt! Van Chandré Campbell, de Zuid-Afrikaan. Het is zijn eerste balcontact voor Blauw-Zwart. En hoe? Wat een pegel. Zijn eerste speelminuten voor Club Next. En kijk eens wat voor een visitekaartje hij hier afgeeft. Even controleren en een dropshot meteen onhoudbaar. Heerlijk in de kruising. Een fantastisch doelpunt. En zo waar de 2-2. Helemaal uit de lucht komt Campbell. Gaat hij nog eens. Ja, snelle beentjes. Kleine jongen. Een laag zwaartepunt. Heel wendbaar. Daar is de voorzet. Ja, daar is zo laat de goal met Furo. Dior die ging een omhaal proberen. Ja, bal komt niet of rond niet goed voor de voeten van Kian Kaulua. En dus maakt
Duncan van de Velde er een einde aan. 2-2 is het geworden hier.